Dus binnen no time stonden er 4 van die bullenbakken achter me, van die portiers. En die zeiden van, ja, gaat nu stoppen. We staan hier voor de literatuurtent van Lowlands. Er komt een enorm kabaal vandaan. Je begrijpt het al, geen Connie Palmer naar binnen, maar DJ Dano, een gabberkoning. Hij werd hier weggejoeld in 1997, bekogeld met bier en modder. Maar nu wordt hij hier met de presentatie van zijn biografie als een legende onthaald. Nou Dano, dit optreden duurde een stuk langer dan dat in 1997. Dat kan je wel zeggen, ja. Hoe ging dat destijds? Nou, het was zo dat ze hadden mij per ongeluk helemaal verkeerd geboekt. Ik denk dat Lowlands zoiets had van, we moeten ook iets met die gabbercultuur gaan doen. Meteen als afsluiter, grote man. Grote man in de Alpha tent. Alleen het probleem was een beetje dat toen ik binnenkwam, hoorde ik Doe Maar, André Hazes en dat soort muziek. Ik denk, shit, what the fuck, sta ik wel in de goede tent hier, weet je. Dus ik eerst nog vraag of ik in de goede tent stond. Blijkt de juiste tent te zijn. Ik zie ook een rijtje hardcore fans staan met vlaggen en die waren maar blij dat ik er was. Ik denk, nou, dat komt helemaal goed. Straks komt er waarschijnlijk nog een plaat dat ze me op gaan warmen en weet ik veel wat allemaal. Maar die kwam er dus niet. Dus ik zette mijn eerste plaat op, dat was een Roughneck plaat. En ik lieg niet binnen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Zat ik helemaal onder de modder, wc-papier, bier. Dus ik had zoiets van, what the fuck is dit nou weer, weet je wel? Ik dacht, dit wordt ellende. Dit gaat helemaal nergens over. Maar ik had wel zoiets van, ik ben toch geboekt. Dan doe ik het maar gewoon voor dit kleine groepje hardcore mensen die daar staan. Dus ik stak mijn middelvingers op. Zo van, fuck jou, ik ga dit gewoon doen. Je kan de pleuris krijgen. Dus binnen no time stonden er 4 van die bullenbakken achter me. Van die portiers. En die zeiden van, ja, gaat nu stoppen. Toen zei ik, nee, echt niet. Ik ben hier gekomen om te draaien. Dat ga ik echt niet doen. Toen zeiden ze, jij gaat nu stoppen. Dat zei ik, nee, niet. En toen werd ik zo opgetild, achter die DJ-boot vandaan getild. Toen was mijn set afgelopen. Kortste DJ-set aller tijden op Lowlands? Volgens mij was het iets minder dan 20 minuten. Wat had je zelf van die Lowlands gig verwacht? Mega gekte. Iedereen uit zijn dak. En ik had dit zelf ook nog nooit meegemaakt natuurlijk. Ik denk, wat gebeurt hier nou? Dit kan niet waar zijn. Dus maar goed, ik ben toch naar de organisatie toegelopen naar mijn set. En heb ik gezegd, ja, ik wil wel mijn geld hebben houden. Want ja, ik ben wel gewoon geboekt. En dat hebben ze keurig betaald en toen, dat is 19 jaar geleden en nu staan we er weer. We zijn nu 19 jaar verder, volwassen mensen onder elkaar. Wat zou jij tegen de mensen van toen zo willen zeggen? Ik zou graag tegen die mensen van Lowlands destijds in 1997 willen zeggen die het een beetje verpest hadden. Fuck jou, ouwe. Dat was niet leuk.